Yo, mensen. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Herenvlogs. Ik zat afgelopen week te denken: wat zijn nou twee dingen die iedereen leuk vindt? Dat antwoord is hartstikke simpel. Chocoladerepen is nummer 1. Nummer 2 is drinken. En nummer 3 is Herenvlogs. Dus ik dacht: oké, laat ik dit allemaal combineren. Want het toeval wil, hè, dat Jumbo tegenwoordig mooie shakes verkoopt. Met de smaak van chocolademerken. Dus ik heb hier een mooie collectie van 7 shakes. En die gaan wij dan eventjes allemaal uitproberen. Dacht ik zo. Let's go. Kijk, een leuk detail is, hè, dat hier zo op staat: drink cold, shake well. Weet je wel, moet shaken wel, hè? Dat de shake dan goed is en dat je het goed moet schudden. Tenminste, ik denk dat dat de grap is hier. Ik heb 7 glazen voor me staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de speciale 7e. Het kwam omdat er geen 7 soortgelijke glazen waren, dus ik moest eventjes compenseren met deze speciale blauwe. Dus daar gaan we de speciaalste in doen. Ik weet nog niet welke dat is. Maar ja, laten we gaan inschenken. Mooie Snickers shake. En de laatste, de speciale Skittles. Ik mag hopen dat deze niet bruin is, want er zit geen chocola in Skittles. Het zou anders een beetje vreemd zijn. Niet bruin. We beginnen met oh ja, duidelijk Snickers drinken. Disclaimer van tevoren. Ik heb een dokter geraadpleegd hierover. En ja, deze dokter Nook, je kan googlen, die zei dat het verder helemaal prima zou moeten zijn om dit te drinken. Geen gezondheidsgevaar, dus we vertrouwen op het doktersadvies. Dus let's go. Snickers drinken. Stel je de smaak van Snickers voor. Snickers hebben karamel erin, denk ik. Misschien. Als Snickers standaard geen karamel erin hebben, dan moet je je de smaak van Snickers voorstellen met karamel erdoor. Dat doe je dan in drinken. Die smaak, weet je wel. Alsof je water drinkt met die smaak. Maar dan is ook een soort van slijmerige substantie. Het
vloeit niet zo weg door je keel, nee. Je voelt het over je tong kruipen. Erg naar, niet aan te raden. Een 8. Ja, M&M's drinken. Specifiek de M&M met van die pinda's erin, geloof ik. Ik zal even op de verpakking kijken. Ja. Specifiek met de pinda's maken ze deze. Ja, je ruikt die pindasmaak wel. Deze smaakt al een stukje beter. Het is al chocomel. Maar dan een beetje verdund. En met de M&M pinda smaak. Deze heeft tenminste niet van het smerige slijm. Dus is alweer een stukje beter. Deze krijgt een 6. Shit man. Nog 4 te gaan. 4? Nee, 5 zelfs. Jezus. Ah, deze is lichter. Dus dit moet wel Twix zijn. Dat ruik je gewoon meteen. Dat zie je meteen. Twix drinken. Deze smaakt als het Snickers drinken. Zonder het slijm. Maar dan wel nog wateriger gemaakt. En nog duidelijker die karamelsmaak erin. Had slechter gekund. Maar het drinken ervan, ja, geeft me een vreemd gevoel. Waarschijnlijk word je misselijk als je meer dan 3 slokken neemt. The man. The myth. The legend. Mars drinken. Ja, misschien ruik je dat wel aan. Het heeft min of meer die Mars smaak. Ja. Hij is ietsje dikker dan de rest. Sesje. We zijn over de helft heen. We gaan nu van donker naar licht werken. Ja. Het is de laatste die echt chocoladekleur heeft. Dit is dan tromperoffel. Milky Way drinken. Goed zo iedereen. Goed gedaan. Stinkt wel deze. Ruikt een beetje naar hondenvoer. Deze is heel waterig. En hij geeft een vreemd gevoel met tong. En geen fijn vreemd gevoel. Meer alsof je een tissue zou pakken en dat dan over je tong gaat vegen zodat je tong helemaal droog wordt. Zo'n soort gevoel geeft Milky Way shake. Niet aan te raden, een 8. Dan zijn we nu bijna uit de chocoladecategorie. 1 naar laatste. Het is persoonlijk echt gewoon een van mijn minst favoriete chocolaatjes. Dus ik hoop dat het qua drinken beter is. Het is namelijk Bounty drinken. Het is wel die melk Bounty. Ik bedoel, er bestaat blijkbaar ook pure Bounty.
Maar niemand heb ik überhaupt ooit pure bounty zien kopen of eten. Dus waarschijnlijk is hij nog smeriger dan Milk Bounty. Oké, dan gaan wij een slok nemen. Het ruikt zoet. Smaakt wel een beetje naar kokos. Nu moet ik ook even checken of er ook echt kokos in zit hoor. Of dat van die kunstmatige Amerikaanse kokos is. Er zit 9,4% kokosmelk in. Nou, dat is al best wel goed. Oh, dat is ook gewoon een Nederlandse dinges. Gereconstitueerde kokosmelk, wat dat dan ook mag zijn. Ja, smaakt naar kokos. Een vijfje. Dan de laatste. We zijn nu officieel uit de chocoladecategorie en uit de categorie van bruine vloeistoffen. Dit is Skittles drinken. Het is geel. Het lijkt een beetje op van die goedkope toetjes van 20 cent, weet je wel. Vanille smaak, waar dan zo'n laag slagroom op zit. Alleen dit is dan zonder laag slagroom erop. En het was geen 20 cent, helaas. Ruikt heel zoet. Zijn überhaupt gele Skittles of niet? Ik eet die dingen nooit. Bon appétit. Skittles drinken. Skittles shake eigenlijk. Dat zou echt het drinken waar je maagklachten van gaat krijgen. Het is zo vies zoet. Terwijl het ook nog waterig is. En het smaakt zo erg naar niets. Gadverdamme man. Een 10. Duidelijk de beste. Oké, mensen. Daar zijn we weer. Zo dadelijk ga ik mijn maag waarschijnlijk leeg laten pompen. Ja, dus ons eindoordeel hierover. Allemaal natuurlijk zeer de moeite waard. Als je een Jumbo in de buurt hebt, die zo'n internationale afdeling hebben, raad ik echt aan om gewoon hetzelfde te doen en eventjes al deze flesjes te kopen. Daar ja, kan je heel veel plezier aan beleven. Veel beter dan ons Nederlandse drinken. Zonder chocolademerken erop. Skittles past hier niet echt bij, maar ja. Nou ja. Dus kopen, doen. In de reviews. 10 van de 10 in totaal is dit. Echt prachtig. Hadden ze veel eerder mee moeten komen. Ik begrijp niet waarom dit niet gewoon standaard in het Nederlands assortiment is. Maar ja, in ieder geval mensen, please subscribe. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het supporten van dit. En dan zien jullie volgende week. Later.